Het was sowieso al een zeer spannende reeks. En het kon niet anders dan dat in die derde wedstrijd de beslissing zou gaan vallen. Maar dat dit dan vooral ook weer een bloedstollende wedstrijd zou worden. SJC had het dus gelijk gemaakt op zaterdag en had meteen in het begin van die derde wedstrijd het initiatief. Zie hier, Zandé, gaan. En het levert uiteindelijk, na wat protesten, een corner op. Als hij nou echt die ruimte houdt. Meteen vroeg in de wedstrijd, op wilskracht en power veroorzaakt. De video die werd gevraagd was niet eens nodig. Hier gaat Jibby Jansen, dan wordt hij uiteindelijk daar in de rebound raakgeschoten door Ginella Zerbo. En heeft SJC nu in de reeks ook het voordeel. 1-1 geworden op zaterdag, 1-0 nu op deze wedstrijd. En dus SJC met een hand aan de beker. Maar het was nog wel heel lang te spelen. Daar gaat de gelijkmaker. Nadat SJC in de eerste helft de baas was geweest, komt hier uiteindelijk de bal bij Pleun van der Plas. En die vroeg aan het begin van het derde kwart, aan het begin van de tweede helft, zet de ploegen naast elkaar. Dan wordt het een bloedstollend gevecht dat zich naar het einde toe beweegt. En waarin eigenlijk shootouts de meest logische oplossing lijken. Er komt een corner. De video wordt gebruikt. En Den Bosch gaat met het fenomeen Matla op de kop van de cirkel, de topscorer van de competitie, een corner krijgen. Hier uiteindelijk Ketels en Homma. Die bal gaat omhoog. En er was geen reden om de beslissing te wijzigen. Het komt aan op de allerlaatste corner van het seizoen. Hier gaat Matla. En die gaat dan raak. En opnieuw beslist zij zo de landstitel. Vorig jaar was het tegen Amsterdam in de laatste minuut van de wedstrijd. Nu tegen SJC. Den Bosch, de grootmacht in het vrouwenhockey, heeft een nieuwe landstitel. Marloes Ketels, Van Geffen en Welter stoppen ermee. Maar de toekomst voor Den Bosch ziet er nog altijd goed uit.